Tony Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en Isa vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Audities. Ja, daar gaan we het over hebben. We gaan het over audities hebben. Ja. Oh. Ja. Ja, dat is nogal een ding. Veel gedaan in mijn leven. Ja? Ja, zeker. En mensen vinden dat altijd wel grappig om daarover te horen. Ik denk altijd, ja, wat is er nou leuk aan? Maar die zeggen altijd, nee, ik vind dat leuk om mee te horen wat je dan meemaakt op zo'n auditie. Dus ik denk, nou... Nee, maar het is gewoon... Nou, maak je hier speciaals van. Het is gewoon een sollicitatiegesprek. Ja, nee, maar mensen vinden... Het is gewoon een sollicitatie eigenlijk. Ja, maar toch gaan we het er daar ook over hebben. Ja, zeker. Uitgebreid. Niet alleen over audities gaan we het hebben. Zeker niet, want we beginnen gewoon bij deze week natuurlijk. Dat is de dingen. Dan hebben we audities, dan hebben we de weekend. Okay. Was toch weer... Was het verrassend? Nou, ik vind de weekend wordt langzaam een beetje onweerstaanbaar. Maar dat komt echt door Emily van Kaam gewoon. Oh, ik ben benieuwd. Met die hele fijne... Is ze doorgegaan op het pad waar ze nee, vorige keer... Ze is teruggevallen. Ze heeft een kleine terugval deze week. Ja, want ze kon zich toch weer niet inhouden bij een interview. Om toch weer breed te gaan vragen. Uit de mamatas iemand te halen. Dat je denkt, heeft die er in godsnaam mee te maken? Maar goed, zij is heel associatief, denk ik. Ik zou ze graag haar een keer... Ontmoeten? Nou, bij deze is dat geregeld, hoe dat, denk ik. Hoe dat komt, want ze werkt op een hele vrije manier. Als een vlinder interviewt ze mensen, gaat ze van tak naar tak. En het is een beetje gebaseerd op invallen. Nou. Dus, loopt veel goed. Ja. Dus en gaan natuurlijk we en moderne etiketten. De etiketten, die was deze week natuurlijk over de schoonmoeder. Ja, die we gingen een beetje uit de bocht, gingen we. Wat ik wel heel leuk vond. Oh ja, vond je uit de bocht? Nou ja, je schoonmoeder zit op OnlyFans. Ja. Dat is niet een hele normale... dat je denkt, ja, dat kan me gebeuren. En je hebt een... ook nog. Labiele... gevoelige. Gevoelige, ja. Conservatieve en vrij explosieve partner. Ja, ik vond hem heel grappig, zelf. Ja, heel veel mensen vonden dat drie rode vlaggen. Die gaan weg bij die partner. Ja. Hadden ook heel veel mensen. Dus daar gaan we het straks ook over hebben. Ja. Maar eerst de week. Hoe was jouw week? Hoe was mijn week? Nou ja, vorige week zaten hier volgens mij lag je allemaal pilletjes voor mijn keel. Ja. Volgens mij hoor je het is nog bijna hetzelfde. Maar het was de volgende dag zo erg dat mijn stem weg was dat ik geen commercial kon inspreken. Schrikkelijk. Oh, wat een drama was dat. Het hele land lag stil. Ze heeft geen stem. Stop wat de gaan bussen. We doen? Stop de treinen. Wat moeten we doen? Blijf allemaal maar thuis. Het heeft geen zin om naar je werk te gaan, mensen. Nee, die heb ik afgelopen week ingehaald. Dus dat kan gelukkig gewoon. Ja. Deze week kwam ook naar buiten dat mijn zoon meedoet aan Special Forces. Oh ja. Ja, dat is wel echt bizar. Ik wist dat natuurlijk al. Ja, Merlijn. Merlijn doet mee aan Special Forces met nog 12 bekende mensen. Ik zei gisteren tegen hem, ik zeg, je bent eigenlijk de enige onbekende. Toen zei hij, hoezo? Ik zei, nou ja, wie ben jij dan? Ah, zielig. En toen zei hij, nou, er zit nog iemand bij die ook echt dochter van is. Demi de Boer, van de voetballer. Van een van ja, die twee. Zij is ook niet heel erg iemand dan, in jouw ogen, mam. Ik zei, nee, je hebt gelijk, schat. Waarom, vraag ik me altijd af voor dat soort programma's, zie, waarom zijn je godsnaam daarin meedoen? Maar omdat je van spanning houdt. Dat is iets wat wij niet leuk vinden, maar... Nou ja, we hebben wel de meest gevaarlijke wegen gedaan. Ja. Nee, maar dat soort dan wel in een auto gewoon. Dat soort programma's zeggen mensen altijd... Ja, ik wil het graag doen, ik wil mijn eigen tegenkomen. Ja. Denk ik, waarom zou je jezelf tegen willen komen? Jezelf uitdagen. Ja, maar altijd jezelf tegenkomen. Maar wie denk je tegen te komen dan? Ja, ik vind het altijd een wonderlijk iets... Jezelf tegenkomen. Maar Merlijn, weet ik wel... Ben je jezelf wel eens tegenkomen? De hele dag. Hey, zie ik mezelf in de spiegel. Nee. Hey. Je bedoelt dat je geconfronteerd wordt met dingen. Toch? Wat bedoel je? Ik weet niet wat jij vraagt aan me. Zet me maar op mijn plek. Geconfronteerd. Nee. Dat zeggen toch mensen altijd. Ik wil het zo graag in mezelf... daar kom ik mezelf tegen. Ja, maar ik kom mezelf, dat bedoel ik, echt serieus zo vaak tegen. Met een auditie. Met dat ik niet lekker in mijn bed lig. Ja, dat mijn man overlijdt. Ja, je komt toch zo vaak jezelf tegen dat je denkt... Oh, dit ben ik. Oh, zo reageer ik op dingen. Oh, ik denk dat mensen dat bedoelen.
Ja, ik weet het dus niet. Want maar mensen willen, die denken altijd, dan ga ik helemaal tot de bodem. En dan op die bodem, daar zit ik zelf. En dan kom ik mezelf tegen. Ja. Hey, wie zit daar nou? Daar. En wat je daaraan zou hebben, vind ik zo wonderlijk. Ja, wat zei Marlijn nou? Die zei, ik vind die uitdaging dus wel fijn. Dus ik denk dat ik bijvoorbeeld zo'n programma, ik wil gewoon winnen. Ik wil dat einde halen. Oh ja, precies. En of je dat dan haalt of niet, dan kom je jezelf wel tegen, denk ik. Ja. Ik weet het niet, ja. We gaan het zien. Ga je wel kijken? Of vind je het ook helemaal niet interessant, zo'n programma? Nou, ik wil voor jou best kijken, maar ik zou zelf nooit kijken. Oh, ja. Nee, want ik vind het ook helemaal niet leuk om mensen zichzelf tegen te zien komen. Oh ja, dan komt die zichzelf tegen. Hij ziet zichzelf. Nee. Nee, want ik denk heel snel af van, jezus, moet ik hier van afspringen? En waarvoor denk ik dit ook alweer? Snap je? En dan zou ik het al opgeven. Ja. Zou denken, weet je wat, ik ga vast terug naar de bunker. En dan kunnen jullie. Ik maak wel de broodjes. Ja, precies. Ik maak het broodje, ik maak het lekker warm in de bunker. En dan zie ik jullie straks al, als jullie jezelf tegen zijn gekomen. Maar je hoeft niet altijd per se iets aan hem mee te willen doen om het te zien. Ik hoef ook niet expeditie te doen, maar dat vind ik wel heel leuk om te kijken. Of special forces. Precies. En ik vind ook, kijk, bijvoorbeeld voor geld vind ik een goede reden om mee te doen. Oh, als ja. je denkt, goh, want dat vind ik altijd zo stom van acteurs. Nou, niet stom van acteurs, maar van interviews met acteurs. Zeggen ze altijd, waarom deed je mee in deze film? Ja, nou, omdat het gewoon werk is en omdat het gewoon. Maar dat zegt nooit iemand. Die zegt altijd, nee, ik kreeg het script. En daar zag ik van, hallo in Ibiza. Vond ik een heel mooi script. En het was meteen. Dat je denkt, nee, zeg gewoon. Ik moet gewoon werken. Dat is helemaal niet erg. En ik heb helemaal niet de keuze. Al die interviews altijd een beetje gebaseerd op van alsof acteurs geen geld nodig hebben. En eigenlijk niet hoeven te werken. En dan helemaal precies kunnen uitkiezen. Nee, het is precies echt alleen maar voor de happy few. Ja, daarom. Dus ik denk, daar mogen we wel iets ruimhartiger in zijn, vind ik zelf. Waar. Dus als je voor een programma en voor geld, vind ik een mag goede reden. Ja, mag zeker. Ja. Nou, dat. En ik had nog een lezing in Assen. In Assen? En je kijkt lachen. Er moeilijk bij, maar. Nou, het is zo ver weg. Maar dat vind ik dan zo grappig als ik dan dat op Instagram zet. Dat het heel ver weg is. Dat mensen dan zeggen, nee, maar als wij naar Amsterdam moeten. Denk ik, ja, snap ik. Ik zeg er ook helemaal niks over. Dat is ook ver. Tuurlijk is dat ver. Had Erik van Zouwer toch een grap over. Die moest dan optreden ergens ook in, weet ik van wat. In Winterswijk of zo, heel ver weg in ieder geval. En dan zei hij in de Rijk daar een allemaal lege plek. Denk ik, ja, had het hier gebouwd. Hier had ik ook Winterswijk kunnen. Dat is wel grappig. Dus had erbij gekund. Ja, dat is wel waar. Maar we hadden een hele mooie route. Het was een hele mooie dag. Dan kan je ook denken, jezus, zit ik in de auto 2 uur heen, 2,5. Maar je kan ook omdenken. Maar je kan ook omdenken en genieten van het uitzicht. Want het was een zonnetje en het was heel mooi. En de lezing is altijd weer interessant. Ja, kom je jezelf tegen, denk ik. Ik kom mezelf elke keer tegen. Nou, ik ben blij verbaasd. En dan, ik zal er niet meer te vaak over praten. Maar één keer. Ik ben verbaasd over dat vrouwen zo weinig over hun eigen lichaam weten. Oh. En over de overgang. Oh, want het ging over de overgang. Het ging niet over Antti of over... Nee, het ging over de overgang. Maar goed, en daar hadden jullie een lezing over. In het stadhuis. In het stadhuis? Ja, dat was heel grappig. Met de burgemeester? Nee, heb ik niet gezien. We hebben 2,5 uur in de auto zitten. Die kan toch wel even komen? Zo heeft je ketting om. Er zat wel een fanfare. Ik zag geen rode lopen, ik zag helemaal niks. Nee, vond ik echt jammer. Ja. Maar goed, dat is echt weer vrouwen in de overgang. Daar doen ze dat niet voor. Belachelijk vind ik dat. Dat is een van die dingen waar wel daar verandering wil ik me nog wel hard voor maken. Nee hoor, dus dat was een beetje mijn week. En jouw week? Ja, goed, nou ja, ik was vanochtend even, zag ik op de Engelse tv is een grote... zijn ze allemaal heel gechoqueerd in Engeland. Omdat de Amerikaanse wetenschapper heeft gezegd, als je goed thee wil zetten, moet je een klein beetje zout in doen. Oh. Nou, heel Engeland op zijn achterste been. Wat weten Amerikanen van echte Engelse thee? En hoezo zout? En het is hartstikke smerig. En dan probeert ze dan in programma's. Ze vinden ze allemaal smerig. En toen had de Amerikaanse ambassade... die had een statement de deur uit gedaan... dat de Amerikaanse wetenschapper is... maar dat zij er helemaal niet achter staan. Dat het niet officieel standpunt is van de Amerikaanse regering. En dat zij natuurlijk gewoon op een proper manier thee maken... in de magnetron. Heel Amerikaans. Dus dan moesten, maar ze kan daar je mij nog wel even inlichten hoe dat zit met dat zout? Dat heeft dan niks met een zakje te maken. Dat is verse thee met blaadjes en zout. Of any glas, gooi zout in. Wat is het idee? Maar dat weet je niet. De idee is... vind ik dat heel leuk, de idee of het idee. De idee? Weet je het verschil? Nee, vertel. Nou, de idee is een groot idee. Dus een. En het idee is gewoon een klein ideetje. Klein ideetje.
Dus de idee nu. Ja, ik vind de idee heel mooi klinken mooi. Namelijk. Ja, vind ik ook. Maar de idee is dus dat je dan in elk pot thee die je zet een klein beetje zout doet. Maar zij vinden het hartstikke smerig. En ik kan het ook begrijpen dat zij dat smerig vinden. Want het lijkt mij ook niet zo heel erg lekker. Maar in Engeland is natuurlijk thee is iets heel enorms. Dus nu hoorde ik ook allemaal weer tips. Je moet bijvoorbeeld nooit, wat ik wel eens placht te doen. Oh, placht van praten, ook een mooi, ja, dat is ook een mooi woord, een placht. En je moet nooit het zakje uitknijpen. Want? Dan wordt het bitter. Oh. Dan wordt de thee bitter. En wat zij dus doen in Engeland is een brew. Dat is gewoon hele sterke thee. En daar doe je los het water bij. Interessant. Ja, interessant, hè? Dus, en bij hun is natuurlijk altijd grote eerst melk en dan thee erop of net andersom. Maar wat is het? Nou, officieel is het net andersom. Gewoon melk later erbij. Ja, later erbij. En er moet koude melk zijn, want we vonden ook weer warme melk. Daar vonden ze ook belachelijk, warme melk. En zo, ze zijn heel peculiar met hun thee, thee zetten. Mag niet iets nieuws verzinnen? Nee, je mag zeker niks nieuws verzinnen. Okay. Maar er zijn heel veel dingen. Nou, gaat het? Had je jezelf in het gebakje een beetje verziekt? Ja, want we hebben natuurlijk gebakje op tafel. We hebben gebakjes. We doen net alsof we altijd maar gebakjes nee, eten. Nee, het is niet, omdat... Maar Inet is laatste... Ja, die gaat terug naar school. Ja. Die komt zichzelf wel tegen, denk ik. Ja. Dus we waren lekker... School. We zijn gefetteerd op een taartje. Maar goed, trouwens, als je nou denkt... ik heb een beetje een blues. En ja, de Blue Monday hebben we natuurlijk vorige week gehad of zo. Maar ja, als je alsof denkt, je hem nooit hebt dan daarna. Ja, dat is ook zoiets. Als je denkt, ik wil goede zin... dan moet je op YouTube de bloopers van Seinfeld gaan kijken. Oh ja? Ach, nou ja, ik ben sowieso een enorme Elaine-fan. Ja. Als Elaine gaat lachen, wat ze echt heel vaak doet... die kan heel vaak... de lach niet houden. Oh, wat heerlijk. En dan, er is één enorme lange met die vader van George Costanza. De vader van Ben Stiller is het in het echte leven, hè? Jerry Stiller. En ja, dat is zo grappig. Oh, wat maar goed die idee. Man is ook heel grappig. En zij kunnen gewoon allemaal een lach niet houden voor hem. En wij hadden bij het schaap hadden we ook wel zo'n ding. Dat, ja, ik vind dat heel grappig om te zien dat mensen hun lach niet kunnen houden. Ja. Omdat het dan zo grappig is. Maar je moet altijd heel erg opletten dat je niet voor de andere acteur een scène kapot maakt met het lachen. Ja. Want er kan namelijk ook soms dat je denkt, ik probeer nu echt mijn best te doen en jij gaat nu lachen. Dus dan kunnen we dit al helemaal nooit gebruiken. Nee. Dus dat is ingewikkeld. Maar die bloopers... Maar speelden zij voor live publiek? Speelden zij voor live publiek? Ah, ja. Dus dat is inderdaad... de truc, dat je niet gaat lopen smieren. Nee, precies. Maar het moet wel. Het is wel natuurlijk heel leuk als je collega's aan het lachen kunt. Ik hield er ook heel erg van. Maar je moest altijd heel erg opletten dat je niet... Ik weet nog dat wij een keer met Henk... Ja, Henk van Ulsen zegt jullie ook helemaal niks. Maar dat is een oude acteur. Oh, je zit ook al... Nee, begin er maar niet vermoeid aan. Nee, die kennen we ook niet. En dat is een oude acteur. En daar zaten wij ergens, ik weet niet eens meer waar... In het theater hadden ze een hele lange bank, was dat. Had op toneel, dat is heel mooi ook. Daar zaten dan allemaal mensen op. En dan hadden we een scène die heel snel met tekst was. Maar het waaide keihard. Dus je hoorde het dak van dat ding. Nou, Henk van Ulsen die hield er nog alles van om dan dingen tussendoor te zeggen. Dus die begon over die wind natuurlijk. Van gewoon, En toen op een gegeven moment moesten wij allemaal alleen maar lachen. Dus je zag alleen maar zo'n bank. En het publiek zat een beetje zo tegenaan te kijken. Van ja, het zal heel leuk zijn. Maar wij snappen het niet. Ja, dus daar moet je altijd heel erg voor opletten gewoon. Dat je niet, dat de grap... Als je het publiek meeneemt, vind ik het hartstikke prima. Maar als het op het toneel blijft en als je eigenlijk niet snapt waarom iedereen... Ja. Dat vind ik het heel stom. Vind ik super stom zelfs. Had ik dat nou verteld? Ik weet het niet. Dat ik in When Harry Met Sally zat. Het toneelstuk met Daniel Bosman. We staan voor op het toneel. En achter ons staan vier acteurs. Ad Knippels, Rijn Hofman. Nog wat mensen. Nu wil ik ze allemaal noemen. Oh ja. Vergeet Boersbroek, zegt dat nou? Boersbroek? En Siets van der Ster. Oh, ik ben zo slecht in namen. Die twee laatste. Nee. Boersbroek en die van der Ster. Nee, Sietse van der Ster. Dat volgens mij is dat heel echt erg goed. Dat klinkt wel heel erg verzonnen. Nee. Maar Margreet wil ik even weten. Speelt ook niet meer. Boersbroek? Margreet, wat dacht jij? Ja. Wat dacht jij nou eigenlijk, Margreet? Ja,
Ik zei het helemaal goed. Maar goed. Ja, lach maar. Het is goed dat je net een stukje taart neemt. Dan kan ik het verhaal even afmaken. Er is een scène dat een van de acteurs denkt dan achter ons. Oh, dit is het moment dat we ons omkleden. Dus die doet zijn broek naar beneden. En die denkt, niemand kleedt zich om. En die denkt, nou weet je wat? Als ik nou gewoon zo blijf staan. Ja, hij had natuurlijk gewoon zijn broek omhoog moeten doen. Maar hij blijft dus op zijn hurken met zijn broek naar beneden. Dus je hoort steeds meer achter je gelach. Ja, tuurlijk. En je ziet de zaal natuurlijk ook een beetje kijken. Dus op een gegeven moment denk je, ja, ik moet toch even omkijken. Er staat inderdaad dus iemand op zijn hurken. Ja, een lastig moment. Ja, lastig moment. Lastig moment voor iedereen. We hadden een keer een tekst in een toneelstuk. Dus ook met Boerbroek. En nee. Maar dat was met allemaal andere mensen. Maar waarvan er veel dood zijn. Oh. En ja. En ook wel veel zelf gedaan. Nee. Ja. Het had niet aan mij liggen. Maar die in dat toneelstuk moest iemand zeggen wie knoopte de mooiste maffia? Wie knoopte de mooiste raffiamatjes? Raffia, dat is dat ding. Ja. Wie knoopte de mooiste raffiamatjes? En op een avond staan we gewoon op toneel en zegt hij ineens wie knoopte de mooiste maffiaratjes? En wij hadden nog nooit bedacht dat als je die letters omdraait, dat dat iets betekent. En we hoorden allemaal maffiaratjes. Dus wij moesten heel erg hard lachen met z'n allen. Ja, maar dat was ook. Ja, het publiek snapte natuurlijk ook niks van. Maar we hadden dus nooit dat doorgehad. Maar goed. Er viel me trouwens gisteren nog even op. Gisteren ging ik naar bed, zoals je dat placht te doen. En ik hoor hem graag. Toen dacht ik, dit vind ik altijd irritant. En als het dekbed niet helemaal boven in het in dekbed overtrek zit. Oh, daar kan ik slecht tegen. Dat je dan niet boven gevuld. Zo leeg. Zo, en dan moet ik uit bed. Moet je eruit, moet je het opschudden. Ja, dan moet ik zo van beneden zo heel erg hard opschudden. Oh, ik dacht ineens, dit is ook typisch. Zouden meer mensen hier problemen hebben? Maar ik zie nu al dat dit echt een ding is dat leeft onder de Nederlandse Maar het gebeurt bevolking. Jou dus niet vaak. Ik denk globaal zelfs. Ik denk als we dit in het Engels vertalen, dat dit een hot item is. Trending hot item topic, kan zijn. Denk ik. En niemand heeft daar ooit nog iets op verzonnen. Nee. Ja, het kan ook bijna niet. Want dan zou je aan de binnenkant klittenband, met klittenband. Maar dat voel je, dat is ook niet fijn. Nee. Want dan voel je de hele tijd zo'n hard stukje. En je wil niet. Dat is ook niet fijn. Voor het printje. Printje grijpt voor de mensen die het niet zien. Mark Marie even zo, dat voel je dan. Zo, met een handje op zijn wang. Ja. Nee, maar dat is zo. Dus het is best een moeilijk probleem. Er zijn meerdere problemen in de wereld natuurlijk. Sommige belangrijker, maar sommige ook minder belangrijk dan dit. Maar dit viel me echt ineens op. Maar dat heb je dus niet vaak. Bewust leven Wat is er dan dat? Gebeurd? Dat het daar ineens kwam. En meestal heb je dat niet. Nou, meestal je wilt gedaan. Schudden. De nacht ervoor. Nou zeg. Het zullen we nou krijgen, zeg. Ja. Ik was mezelf tegengekomen. Ja, daarom. Nee, dus ik weet niet. Ik, misschien heb ik zelf het dek. Want wij doen natuurlijk soms zoet Karim het, soms doe ik het. Dus ik denk dat ik het gewoon niet opgeschud heb. Ja. Maar dat viel me op. Denk ik, dat is een van de grote wereldproblemen. Ja. Dan gaan we nu naar audities. Weet je eerste auditie nog? Ja, mijn eerste auditie, herinner ik me, was volgens mij bij Wim Zomers. Echt waar? Ja. Jeugdtheater. Toen dacht ik nog dat kinderen leuk waren om voor te spelen. En toen, toen kwam ik mezelf wel tegen, moet ik eerlijk zeggen. Maar, en de mensen jou ook. En toen zag ik er natuurlijk wel een beetje nog iets raarder uit. Toen woog ik 105 kilo en toen had ik een lang wit haar. Wit haar, hè? En dus toen zei hij, ik weet niet hoe die praat, maar zo. Hij heeft een zwaardere stem. Iets zwaarder. Hallo, ik ben Wim Zomers. Het zit er iets in de buurt. Meer in de buurt dan net, ja. Dag, ik ben Wim Zomers. Maar, Maar die zei, heel interessant voor één stuk, maar voor het andere stuk kan ik je niet, dus ik kan je geen geld geven. Niet waar. Echt waar. Toen moest ik dan gratis, en dan moest je zelf je decor opbouwen en afbreken. En toen heb ik dat niet gedaan. Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik toen 19 was of zo. Nee, 19 was. En dat was op zich wel een hele leuke auditie. En, maar dan moest je met de bus naartoe en zo, weet je. Dan had je nog geen auto en ding. Dus er was heel veel gedoe. En ik vond het superleuk dat ik op zich was aangenomen. Maar ik dacht, ik kan helemaal niet gratis gaan werken. Want ik moet gewoon geld verdienen natuurlijk. Maar want, dat hij dat deed, joh. Ja. Mensen niet betalen. Ja. Wauw. Want Wim Zomer zat natuurlijk bij mij. Zomer?
zat bij mij in goede tijden. Ja, dat was, precies. Speelde die, ja, Daniel Daniel. Wie dat toch heeft verzonnen? Die heette zo. Ja, ze weten die rol. Daniel Daniel. Jezus. Niet Daniel Daniels. Misschien, nee. Nee? Maar... ik heette Max Lübeck. In goede tijden, ja, slechte tijden. Dat is wel een betere naam, vind ik. Max Lübeck. Ik vind Lübeck ook wel een, ja, goede naam. Max Lübeck. Spannend. Ja, je foute man. Was je dat? Ja, zeker. Nee. Nee, ik was niet de foute. Ik was niet de foute man. Maar jouw eerste auditie. Ik denk zelfs bij... nou ja, nee, dat was geen auditie. Ik wilde heel graag bij een kindertheater. Dus zelf toen ik jong was, bedoel ik. Toen je zelf een kind was? Ja. En dat was gewoon in Den Bosch. En volgens mij mocht ik daar gewoon bij. Volgens mij hoefde daar geen auditie voor te doen. Oh nee? Ik kan me dat niet meer herinneren. Dat is raar. Maar mijn kon iedereen bij? Dus was ook het niveau niet heel hoog. Nou, was een, ja, wisselend dat denk je dan misschien. Ja, maar ik denk dat het niveau niet hoog was. Oké, okay, je hebt je punt iedereen gemaakt. Van de straat zomaar mee wilde meedoen. Ah, kom maar nee, binnen. Maar dat is iets anders. Nee, want je moest je natuurlijk wel zelf aanmelden. Oh, dat was dan de enige drempel die er was. Je had jezelf aan moeten melden. Maar die kon dus iedereen bij. Wij deden echt wel toneelstukken die ook in het casino, toen heette dat. Natuurlijk, dat heette niet Theater aan de Parade, maar toen heette volgens mij nog casino. Speelden we onze voorstelling. Ja, maar dus niet goed. Nou, ik had het idee van wel. En ik weet wel dat ik... ik sprak heel zacht. Ik was heel bang. Ik was heel verlegen. En ik vond het heel moeilijk om mezelf dan te horen. Oh. Dus dan moest ik van... wij wonen in zo'n oud herenhuis. Daar ben je toch geweest in de Jan Heijnstraat. Dat was heel hoog. En dan moest ik boven aan de trap gaan zitten bij de zolder. Zo, en dan moest mijn moeder beneden, dan moest ik de tekst gaan roepen. Dat vond ik zo erg. Hadden ze vanuit die... Ja, dat was natuurlijk veel te zacht. Dat kon niet wat ik deed. Nee. Dan konden mensen mij niet verstaan konden in de zaal. Konden mensen niet horen wat En de mensen wilden mij zo graag horen. Want er kwam wat op. Oh, wat zegt wat die zegt kleine die, daar? Wat zegt zij daar allemaal? Nee, maar ik kreeg wel meteen een hoofdrol. Oh, ja. Maar sorry hoor, maar alles klinkt alsof het geen goede vereniging was. Want jij was heel zacht, maar je kreeg de hoofdrol. Nee, maar dat ging dus aan werken. Nee, dat snap ik wel. Maar en dat lukte. Oh. Het lukte voor de première. Kan ik toch bewijsmateriaal vinden? Nou, dat ga ik nog eens even doen. Of kan die kleine wat harder? Riepen ze vanuit de zaal natuurlijk. Nee, riepen ze allemaal nooit. Ik weet nog wel dat ik mijn auditie deed voor goede tijden, slechte tijden. Nee, nog tijden. Sorry, heel even terug. Gezegd. Maar dat was allemaal met alleen maar kinderen? Of was het... Er was... Nee, ook wel iets ouder. Kinderen. Maar, ja, het was echt jongerentheater. Oh, okay. Jong Verbond heette het. Jong Verbond? Ja. Klinkt heel anders. Nou, en dan ging je, ja. En dan, ja. Maar als ik het zo zeg, denk ik. Het heette Ons Verbond, maar volgens mij was dit de jongere groep. Volgens mij was er ook volwassen theater. Ja, of het heette gewoon Ons Verbond. Ons Verbond. Maar dan nog klinkt het helemaal niet goed. Ja, nee. Nee. Maar dan speelden jullie oudere mensen ook? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is leuk. Maar goeie tijden. Ja, ja, ik moet ik even goed nadenken. Ja, het was eerst als goeie tijden. Dus ik was gevraagd of ik daar auditie voor wilde doen. En dat was in Aalsmeer. Ja. En ik ging daar met de bus naartoe vanuit Amsterdam. En ja, dit klinkt echt heel erg van... oh, het prinsesje weet niet hoe een kaartje werkt. Maar ik had een kaartje gekocht. Maar nu komt dadelijk pas, eigenlijk komt het verhaal pas op terug. Maar ik had gewoon een kaartje. Je had gewoon een kaartje. Dus nou, ik ging gewoon naar Aalsmeer. Ik was er. En ik kom een actrice tegen die zegt: hey, jij ook hier? Kom je ook voor goede tijden? Ik zeg: ja, kom maar mee. Oh. Dus toen zaten we in een ruimte te wachten. En dat duurde maar en dat duurde maar. Maar ik had niet zo heel veel ervaring. Ik had vlak daarvoor Medisch Centrum West, geloof ik, auditie gedaan. Wat ik toen heel stom vond, want dat vond ik met mijn Maastrichtse neusje, haalde ik mijn Maastrichtse neus een beetje voor. Ja, en ook, je had bij Ons Verbond gespeeld, kom op zeg. Ja, wat denken ze wel? Maar dus we zitten in een wachtruimte, te babbelen samen. Ja. En zij zegt, en er wordt ondertussen wat omgeroepen, maar dat horen wij niet. Want ja, het is die ik weet niet of je Aalsmeer een beetje kent. Dat is gigantisch, die studio's in Aalsmeer. Ja. Dus daar luisterden we helemaal niet naar. Komt er op een gegeven moment een vrouw die ruimte in... stormen. Zitten jullie hier? Dus wij zo, ja, hebben jullie omgeroepen? Isa, meekomen. Dus ik ga met die vrouw mee. Ik word een ruimte ingeduwd. Weer een studio. Loop langs trouwens eerst allemaal mensen. Bleek later Anthony, Reinhard, Frederik, Rick. Die zaten er allemaal. Die deden allemaal voor de derde keer auditie. Die kenden elkaar allemaal. Oh. En dit was mijn eerste keer. Dus ik kom daar binnen. Ik doe een scène met
geloof Joost Buitenweg. Dat zegt je dat ook nog? Ja. Die zat ook Rien, heette die, geloof ik. Rien. En ik doe 2 keer die scène. Ik word er eigenlijk weer uitgeduwd, want het hele schema liep in de war. Want ze waren de hele tijd op mij aan het wachten. Worden uitgeduwd. Ik ga weer met dat kaartje in die bus naar huis. Krijg ik een boete. Ja, zegt hij, de kaartje is verlopen. Ja, ik had echt geen idee. Ik dacht gewoon, ik liet het kaartje toch zien. Nou, ik kreeg een boete, dus ik was bloedzagrijnig toen ik thuis kwam. Toen kwam Medisch Centrum West, kwam ik diezelfde actrice weer tegen. Waar ik mee in die ruimte had gezeten. Ja. En doe auditie voor Medisch Centrum. Ik doe het wel, want toen had ik nog een castingbureau. Margaretha van Dam, zeg je dat Margaretha nog wat? Margaretha van Dam, ja, bij Artis. Ja, bij Artis zat ze. En zij was heel streng. En ik zat in een jeugdtheater, Pim Peters, jeugdtheater. Daar heb ik geen auditie voor gedaan. Jawel, heb ik ook auditie voor gedaan. En ik hoefde nergens auditie te doen. Nee, jawel hoor. En nou ben ik zelf nu de draad Margrethe kwijt. Margrethe van Dam. Oh ja, Margrethe van Dam die belde mij. Had mij in het jeugdtheater gezien. Zij is hartstikke leuk. Wil je auditie doen voor Medisch Centrum? En zei ik, oh nou, dat vind ik wel. Ja, zij is nou voor jou 100 anderen. Voor jou 100 anderen? 100 anderen. Ja, zij sprak Duits een beetje. Een beetje. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is wel 100 waar. Anderen? Dat is wel, dan, okay. Nou, weet je wat, dacht ik, auditie doen is wel goed. Doe ik ervaring op. Ja. Dus ik deed auditie voor Medisch Centrum West. En ik word gewoon aangenomen. Maar dat andere meisje had dus allebei niet die rol. Maar gaan we ooit nog weten wie dat is, het andere meisje? Nee, dat ga ik niet zeggen. Waarom niet? Ze doet toch niks fout in heel het verhaal? Ja, maar nu kom ik ook niet op haar naam. Dat is nog veel erger. Ze heeft een kindercasting. Elske. Ach, Elske. Ken je Elske? Nee, ken ik niet. Valkena. Zij doet heel veel leuke films. Daar heeft zij de kindercastings voor gedaan. Maar goed, dus ik schaamde mij een beetje. Want al die rollen kreeg ik allebei. Ik kreeg allebei die rollen. Want wat bleek, ik zat in Medisch Centrum West. Word ik gebeld door Margaretha. Je hebt de rol in Goede Tijden. Ja. Ik zei, maar ik zit nu in Medisch Centrum West. Ja. Mocht ik toch gaan. Van de ene serie naar de andere. En heb je alle twee gezeten? Ik weet helemaal niet. Jij Medisch Centrum West hebt gezeten. Heel kort. Ik denk 2 weken. Heel klein rolletje. Vond dat verschrikkelijk eng. Oh. Want daar zat Marklein Essink in. Annemiek Verdoorn. Ja. Nog een paar acteurs. Precies, al die mensen. En die vond ik allemaal super eng. Want ik was jong. En ik dacht alleen maar, oh, spannend. En ze hadden allemaal grote waffel. En leuk doen met elkaar. Ja. En kenden elkaar allemaal goed. Maar de regisseur van Medisch Centrum West, zijn zus was de regisseur van Goede Tijden. Oh. En hij zei, ik heb mijn zus daarover gehoord. Je moet naar die nieuwe serie gaan. Als je daar een grote rol in krijgt, gewoon doen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel grappig, want ze hebben wel Anthony ontmoet. Daarom. Nou, lang verhaal. En waar zou je zijn? Ik heb tips voor audities. Kom maar. De oudste auditie? Nee. De eerste, de duurste. De duurste auditie. Heb ik zo, hoor. Nee. Tips zijn, wees jezelf. Doe je favoriete kleding aan. Het is niet altijd even een goed idee, want soms ben je, dan moet je bijvoorbeeld een vraag zie je voor een rol van advocaat. En dan kom je in een slobbertruitje. Ja, en daar kunnen ze niet doorheen kijken. Nee. Dus denk nou niet van, oh, maar zij zijn professionals. Zij kijken overal doorheen, zij kijken nergens doorheen. Ik weet nog wel, nee. Nee, maar het is wel waar. Ik weet nog wel bij Kloosterman. Harry Kloosterman. En die deed alles voor Goede Tijd. Zegt hij, dan had ik nieuwe foto's laten maken. Want er was in die tijd van, hoe heb je nieuwe foto's? Dan moest je allemaal nieuwe foto's laten maken. Dat was verschrikkelijk. Moest je allemaal altijd maar betalen. In de schulden steken om weer andere foto's en zo. En dan te hopen dat je een rol krijgt. Ja, toen kende ik gelukkig Serge-Henri Valk. En die maakte foto's en die was hartstikke goedkoop. Die was hartstikke lief, dus daar deed dan die foto's. Maar dan had ik een foto in pak met een stropdas. En ik word meteen gebeld, we hebben een rol voor advocaat. Zij kunnen zelf niet denken, oh, hij kan ook wel een Colbert aan. Dat kunnen ze op een of andere manier zelf. Terwijl ik zou denken, ja, ik zal alle mensen van alle kassen, maar goed, ik word toch nooit door iemand gebeld. Dus het maakt het niet uit. Nee, ja, want dan zou je denken, hou jezelf een beetje in van, want het gaat je werk kosten. Maar goed, dit kost jou misschien werk. Ja, maar dan zou je denken, god, zij zijn de professionals. Hun vak is juist doorheen te kijken. Nee hoor. Kijk er nergens doorheen. Zien gewoon iemand in Colbert. Denken ze, Colbert? Nee, ik heb nog wel een advocaat. Zo is het. Nou ja, nu ga ik mezelf natuurlijk indekken. Ja. Maar, zo is het echt niet hoor. Nou, nee, goed. Maar vertel, ga door met de tips. Ik blijf betrokken. Als in? Dus blijf betrokken. Dat je niet met je aandacht naar buiten gaat. Nee, dus als ze met iemand anders bezig zijn, zeg maar, bezig zijn, dat ze
tips geven. Nee, dat ze aan het auditeren zijn, zeg maar. Ja. Dan moet je niet inderdaad gewoon een beetje verveeld zitten kijken en op je klok kijken van, hebben jullie mij nog nodig? Want ik wil eigenlijk wel mijn gewoon bus halen. Als ik een boete. Een blinde muur kijken. Dus je moet dan altijd gewoon van, oh leuk, ze zijn met Thea bezig. Was Thea goed? Goed hoor, Thea. Ja, het was echt, leuk. Want je moet ook laten zien dat je plezier hebt. Aan de zijkant. Maar wie zijn deze heel de tips? Plezierig gaan zitten doen. Okay. En bereid je goed voor natuurlijk. Dat is echt wel. Probeer de tekst echt uit je hoofd te kennen en zo. Want dat is, ja. Probeer. Want ken ik de denk tekst altijd, dat doe ik morgen vroeg, ga ik die tekst leren en zo. Dan zit je daar en denk je, waarom heb ik dit echt vroeger school? Waarom heb ik nou niet gewoon. Dat zijn, het zijn 8 regels of ja, zo. Stom, hoe hè? Moeilijk kan het zijn? Weet ja. je? Ontspan jezelf. Ken je tekst inderdaad. En kies een, als je een lied moet zingen, kies dan een lied waarbij je je heel zeker voelt. Ja. En waarbij je in ieder geval alle tonen die in het liedje zitten makkelijk kunt halen. Dus niet dat je denkt, ik hoop maar dat hij er nog een top zit. Want dan, je mag de commissie een hand geven als je binnenkomt. Maar met een enthousiaste begroeting, hey, hoi, hey, is het ook goed. Oké. Okay. Vinden zij. Dus je hoeft niet dan langs dat hele rijtje te gaan. Kraak jezelf niet af. Ja. Dat is echt dat is zo'n belangrijke. Maar dat doen heel veel mensen. Hè? Die maar beginnen meteen excuses. Ja, ik voel mezelf niet zo goed vanochtend hoor. Want ik was heel laat opgestaan en zo. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik heb heel weinig tijd gehad om het. Ja, ja, ja. ja want ja. ik kreeg het pas heel laat van jullie. Oh, dat is ook zo heel dom. Iedereen kreeg het laat. Neem ook meteen zo beschuldigend te zijn. Ik heb heel laat pas tekst gekregen. Nee, ik ken het wel een beetje. Maar jullie hadden het echt. Jullie zouden me opsturen. Maar Vivienne van kantoor of zo, hoe heet zij? Die had mij niet. Ja, dat is nooit een goed idee. Nee. En dus blijf vriendelijk. Dus ook als een commissie dingen zit op te schrijven, zo, dat heb je wel eens, hè, dat mensen dan gewoon, dat je bezig bent, ondertussen zie je gewoon, zit iemand inderdaad bij Zalando een broek te kopen, dan moet je toch vriendelijk blijven. Je moet dan niet zeggen denken, van, nee, omdat jullie niet keken, dacht ik, ja, moet ik nog iets, ja, dat. Nee. Snap je, zou je nog iets willen zingen dat je dan zegt, ja, maar als jullie dan kunnen kijken een keer, dan wil ik zei, het wel. Maar, ja, dat is altijd niet zo slim. Want het wil niet per se iets over jou zeggen, namelijk. Nee. Als mensen even ergens anders mee bezig zijn. Misschien zijn ze wel met jou bezig, maar kijken ze. Ja, God weet nee, als je ze weet mee het bezig niet. Zijn. Nee. Ik vond auditie doen verschrikkelijk. Ik had al zo gedacht. En ik heb wel eens auditie gedaan bij een dans. Ja, was echt dans. Iets met dans. Ergens in Den Haag. In het Corso Theater. Want er was een danstheater. En toen was ik moe. Maar om dat te verbloemen, dacht ik, ik ga lekker energiek erin. En ik zag die hele commissie zo. Echt zo'n achterdijn van, oh mijn god, wat is dit? Veel. Ja, weet je wel, nee, kan je ook nog een andere taal en zo? En we waren met 5 mensen of zo. Nee, ik kon het in alle talen en ik kon het hup en ik deed dit en ik kon nog wel hier dat doen. En hoepel. En je zag gewoon iedereen echt stuiterde over het toneel. Rotschrikken, dacht, hoe krijgen we dit ooit in toom? Dit kunnen wij nooit in een soort vormpje gieten. Dit is, je moet misschien solo. Nou, dat heb je te hard. Ja, een goede tip voor jou is misschien, dan kom je zelf misschien nog eens tegen in solo theater. Dus daar moet je ook mee opletten. Ja. Want er stond ook een van die tips die zei van, als je een routine bij dans heel goed kent, dan moet je jezelf aan naar voren werken. Want de jury moet natuurlijk kunnen zien dat jij het dan. Maar dat vind ik allemaal van die tips, die vind ik niet prettig. En je hoeft je ook niet. Ik had normaal altijd de neiging om iedereen maar te laten gaan. En denk ja, snap je, om heel erg. Op de achtergrond te blijven. Ja. Dat is ook niet slim. Nee, het zit een beetje ertussenin. Maar je moet er wel speciaal voor aanleg hebben om jezelf zo naar voren te werken. Dat ik ken de acteurs en actrices wel die ik dat heb zien doen. En dat vind ik niet altijd heel erg aantrekkelijk. Maar sommige regisseurs vinden dat juist heel erg leuk. Ja, daarom. Dus ik weet nog wel dat ik met Margreet Vreenig hoor. Ja. Ja, ja en die vond het heel leuk als acteurs heel ambitieus waren. Ja. Nou, ik vond haar heel leuk hoor, maar dan kan ik daar niet goed mee samenwerken. Omdat ik ben gewoon helemaal niet. Zoals je verwacht van mij dat ik op toneel bijvoorbeeld. Een andere regisseur zei ook tegen mij op toneel. Ga de concurrentie maar aan. Nee, ik ga de concurrentie niet aan op toneel. Jij bent de regisseur, jij moet zeggen van als jij nou even je bek houdt, dan kan hij nou even iets doen en dan daarna houdt hij zijn bek weer. En dan mag jij weer eventjes, hè? Dat is zo is afgesproken. Ja. Als je dat niet doet en iemand anders is ambitieus en die gaat over je, dan denk je, nou, ga maar. Het is dat upstage. Dat een acteur de neiging heeft, dat blijf ik ook altijd zo briljant. Sommige acteurs hebben dat. Dat je een scène speelt naast elkaar. En dat die ander elke keer een beetje niet meer naar achter gaat. Waardoor jij met je rug naar het publiek moet staan. Ja. En je spel kwijt bent. Je bent je moment kwijt. Ja, ik vind dat wonderlijk. Ja. Maar
ook nu je moment kwijt, bijvoorbeeld, vind ik ook al een hele moeilijke uitdrukking. Want dan zeggen mensen wel eens, ja, dan ben ik dus een lach kwijt. Ik had hier dus, dan kwam ik op en had ik een lach. En nou ben ik hem kwijt. En volgens mij komt het, want er lag altijd iemand anders. Volgens mij ligt het, want jij komt dan iets te snel met je tekst, volgens mij. Denk ja. Ik, oh, nou ja, je hebt nog, ik weet niet hoeveel lachen over. Ga daar lekker mee spelen, weet je wel. We zien wel. En de ene avond is de timing zo, de andere avond is de timing zo. Ik vind het sowieso niet zo fijn om dat allemaal helemaal vast te leggen. Er zullen nu vast collega's van mij zijn die voor de radio zitten, die denken, jij. Maar goed, je zei net, om je dan toch even de vraag. Net zei je, laten we afspreken wat we doen. Maar aan de andere kant zeg je, niet te veel alsjeblieft. Of je vindt dat de regisseur dat moet bepalen. Ik wil het helder hebben. Voor als we weer op het toneel staan. Ik vind dus dat, nou ja, we hebben op het toneel gestaan. Hartstikke leuk. Ja, want wij zijn alle twee niet van het helemaal vast, zeg maar. Wij zijn wel van afspraken. Wij zijn niet van we zien wel over elkaar heen. Of, nee, of ten koste van iemand anders proberen jezelf te profileren of zo. Nee. Helemaal niet, nee, zelfs. Dat vind, ik vind het leukste als het op het moment kan ontstaan. Ja, als je is, gewoon elkaar kan verrassen en zo. En niet verrassen van, dan heb ik doe ik een rode neus op de schrikse. Dan niet, maar nee, en dan over tips gesproken vind ik dat nog wel een goede tip. Als je een auditie, mensen die nu luisteren en denken, bereid je tekst goed voor, maar ga het niet vastleggen. Want dan kan je jezelf verrassen en de ander. Dat is heel erg. Ik weet dat ik het vroeger legde, ik het veel te veel vast. Ja, ja. Zo moet ik het spelen. Volgens mij denkt ze dit. En gaat ze daar naartoe en wil ze dat bereiken. Wil je alles laten zien in één scène. En nu denk ik, nee, de woordjes zijn er. En vanuit daaruit gaan we gewoon met elkaar kijken wat er allemaal gebeurt. Ja. En het is zo bevrijdend. Ik heb ook, ja, dat even, dat is echt het allerlaatste wat ik over niet zou zeggen. Maar dat was mijn allerergste auditie ooit. Ik weet niet of ik het ooit verteld heb. Anders moeten mensen me even doorspoelen. Dat was voor de Roze Krokodillen. Dat was een musical van Haai van Heide. Ja. En dat was bij Arem Adriaanse, die deed de regie. En ik, ja, zo heette die. Arem Adriaanse deed de regie. Ja, zoek hem maar op. En en heb ik me veel interesse in zijn carrière gevolgd. En toen dacht ik, die auditie ging zo goed. Ja. Dat ik daarna belde ik op. Hoe is het gegaan? Ik zeg, nou, ik zit er sowieso in. Want enthousiaster dan al die mensen, dat kan eigenlijk niet. Maar ik heb heel misschien de hoofdrol. Daar was ik helemaal niet voor gekomen. Maar tijdens de auditie ontspon zich gewoon. Ja, dat, ja. En toen kreeg ik het telefoontje. Nee, je zit er niet in. Ik zeg, hè? Sorry, nee, de regisseur wil toch gewoon een andere kant op. Maar Haai van Heide, die schreef het. En die wou het gewoon niet loslaten. Die wou mij per se erin hebben. Oh. Dus die ging toen mij opbellen en zeggen van, goh, ik heb een monoloog geschreven. Zou je dat vanavond op kantoor, waar iedereen ook is voor een vergadering, zou je dat op kantoor willen komen doen? Jeetje. En ik wilde Haai van Heide niet afvallen. Want ik denk, dat is zo lief van hem. Maar eigenlijk vond ze het natuurlijk super vernederend. Oef. En die monoloog was van, ik ben de beste Tommy. En als je wil dat ik dat speel. En ik en die mensen daar, die wilden Haai ook niet af. Dus nee, ze lieten dus mij elke keer maar weer. Ongemakkelijk. En ik keek die mensen aan terwijl ik het aan het doen was. En ik zag gewoon, nee. Was verkeerd. Ja, het is wel een beetje doodgaan af en toe. Nou, dat maar dat wel was echt. En dat was echt hartstikke goed bedoeld van Haai. Ja. Echt, want dat was hartstikke lief. Maar had hij beter niet kunnen doen. Ja, maar achteraf gezien, want zij wilde het toelaten om Haai tevreden te houden. En ik werd daar een beetje slachtoffer van. Ja. Want ze wilde mij sowieso daar niet hebben. Dus dat was want uiteindelijk was dan, ja, er was dan een jongen die speelde dan een vrouw. En dan werd de lesbische chauffeuse, die Vera Mann speelde, die werd dan verliefd op die vrouw. En dat bleek dan een man te zijn. Dan uiteindelijk had je een stijl samen op het einde van de avond. En toen zei Arm Adriaanse, ja, ik wil toch wel een traditioneel man-vrouw gewoon. En met jou, ja, er wordt toch een beetje een eigenaardig echtpaar. Ja, dat zei ze gewoon, lastig, hè? Want iedereen was zo heel lekker, iedereen zat dan zo lekker eerlijk. Oh, en ouch. Ja, dat was wel ouch, ja. Dat heeft mij even een tijdje gekost. Ja, dat snap ik. Toen ik later uit een stuk van Haai uitstapte, toen zei hij, dit is om mij terug te betalen. Ik zeg, nee, helemaal niet. Want hij was hartstikke aardig toen. Ja. Het was hartstikke goed bedoeld van hem. Er was gewoon, ik was gewoon uitstapte. Niet leuk vond. Dat is wel erg. Had je op zich al eerder kunnen weten. Het was hartstikke leuk. Maar ik vind dit niet leuk genoeg. Succes. Morgen première. Nee, maar je vindt nog wel iemand, toch?
Ach, sorry, dat heb ik helemaal niet in mijn agenda gezet. Was dat echt morgen? Nee, ik ben net mezelf tegengekomen. En, dat gaat hem echt niet worden. Maar goed. Oh. Nee, want dat lijkt net zo midden. Was hartstikke leuk. Fout. Nee, dat was super. Dat was super vriendelijk. Dat was heel leuk dat je eruit stapte. Dat was super vriendelijk. Maar dat was met Casino. Casino, die hadden toen een show, Medley Amsterdam. Oh. Oh, en ik had tijdens de repetitie de derde dag dat nummer al heel vaak gerepeteerd. En ik kon na het nummer niet meer zingen. Ik vond het zo verschrikkelijk. Je dacht, oh. En toen liepen we van de ene repetitie naar de andere. Ik zei, ik denk dat ik me vergist heb. Oh, ze zegt, ja, omdat je alle tekst had. Ik zeg, nee, maar ik ben echt vergist. Oh, je wil eruit stappen. Ik zeg, ja, als ik heel eerlijk ben, wil ik eruit stappen. Maar dat maken mensen ook niet vaak mee, hè? Dat maken mensen ook niet vaak mee. Dus dat is voor haar heel goed geweest. We moeten nu sterren gaan geven. Ja. Nee, maar dat vond ik dus heel sympathiek van hem. Ik denk dat jij niet veel sterren gaat geven, maar ik vind audities ook leuk. Oh? Ja, ik vind het soms en steeds leuker. Kan ik ook zeggen. Ik vind dat wachten wel heel irritant, moet ik eerlijk zijn. Want dan word ik ineens zenuwachtig. Ik wil binnenkomen en naar binnen moeten. En ik wil niet in een wachtruimte zitten. Want dan ga ik ineens denken, raak in paniek. Dan zit je daar in je prinsessenjurk of zo, of ik weet wat je aan. Precies. Ik heb laatst echt een jurk meegenomen. Vond ik wel leuk. Meegenomen van vandaar. Ze zijn jullie niet heel erg gehecht, toch? Nee, dan neem ik die gewoon mee. Oké, sterren. 4,5. Ik heb het idee dat ik heel vaak 4,5 ster geef. Ja, ja moet dat ik is echt jouw go-to. Ja, dan moet ik echt iets aan gaan doen. Je go-to number. 4,5. Ja. Ik geef... Voor auditie doen. Geef ik 1. Zat ernaast. Ja. Ik dacht, je geeft er nog wel 2. Nee, want ik vind auditie eigenlijk super irritant. En dan het laatste wat ik er graag over wil zeggen... dat ik het ook soms wel irritant vind. Dus er kan nog een halve ster af, hoor. Nee, als iemand niet. Het wil. Kan nee, dat niet. Maar als de tonies dat heel graag willen... je mag er zoiets afhalen, maakt mij niks uit. Dat ze dan weten van... eigenlijk hoef je geen auditie te doen. Maar ik wil jullie even samen zien. Denk ik, kan je dat dan niet bedenken als regisseur? Nou, zal ik nou eens eerlijk zeggen? Dat vind je wel. Dat snap ik nou weer wel. Vind ik heel grappig. Dus ik snap, sorry, ik zie je net ook zelfs op de horloge kijken. Nou, dat is niet snel gebeurd. Nee. Maar ik vind het niet, ik vind het vervelend om een layout te doen. Maar ik snap heel goed dat je denkt, goh, hoe zou jij samen zijn dat met John Hamm? Ja. Ik denk dat je het heel vaak al weet. Soms hebben mensen al samengespeeld en moeten ze toch nog een keer samenkomen. Je kan toch 2 foto's zo tegen elkaar aanhouden? Kijk, ja, dat gaat goed. Ja, het werkt. Ja, ik zie het. Het werkt. Nee, op zich snap ik dat ook. Maar soms... Ja. Het is allemaal mooi. 1 ster. Het is wat het is. 1 ster. We gaan naar de Weeknd. En de Weeknd... Leontien is klaar met mannen. Oh, ze gaat nu naar de vrouw. Nee, maar ze vindt gewoon, ze heeft het gehad met mannen. Maar dat heb ik niet gelezen hoor. Oh. Dus daar kan ik eigenlijk. Kan je niks over zeggen? Helemaal niks over zeggen. Er staat een heel groot stuk in over. Verslavingsexpert. Bram Bakker. Ja. Dat is een psychiater. Ja. Of een psycholoog. Dat is een pijnpunt. Maar kom maar. Dat is een pijnpunt? Dat is mijn pijnpunt, maar dat komt zo wel. Ik ben benieuwd naar het artikel. Nee, want die gaat zich dus nu uitlaten over de vriendschap tussen Dave Roelvink en Tino Martin. Dat bedoel ik. Maar hoezo? Waar bemoei je mee? Ken je die mensen, denk ik? Ja, heb je toestemming gekregen om hierover te praten? Nee. Want hij namelijk, Dave, dat kan ik wel meteen even vertellen. Oh, ja. Dat toen Anthony overleed, ging hij een ontzettend. Stond er zo'n artikel, waarschijnlijk dan in de Weeknd of wherever. Dat ik mezelf wel tegen ging komen. Ja. Dat je echt denkt. Wie ben jij? Maar hoezo tegen ik ken jou helemaal niet. Nou, hij ging van alles vertellen over dat de dood van Anthony... wat dat allemaal met mij zou gaan doen. Maar ik dacht, ik heb die man nog nooit gesproken. Waar haal je het lef vandaan? Om over mij in een blad iets te gaan zeggen. Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Maar goed. Nou, hier dus ook weer. Ik ben hem nog nooit tegengekomen. Het is natuurlijk wel Maak weer Emily maar van Kaam. Oh, vertel. Ja. Maar die heeft wel een uitstap gemaakt. Dave ik neem een hapje taart, denk ik. Dave heeft de kennis gegeven afscheid te nemen van zijn DJ-carrière... vanwege de uitlokkende omgeving. Vervolgens staat hij backstage bij Tino Martin. Wat vind je daarvan? En dan zegt hij, nou, het gebruikelijk 12 plannenprogramma. Dave volgens mij heeft gevolgd in de kliniek. Zeggen ze, doe alles wat nodig is om een terugval te vermijden. Waarschijnlijk is het te veel de kant. En dan gaat hij allemaal zeggen dat hij het allemaal niet goed vindt. Oh, hoe kijk je tegen de situatie van Dave en Tino aan? En dan zegt hij, nou, die mensen hebben toch een voorbeeldfunctie. Ik ben niet zo'n fan van dat bijvoorbeeld een Tino zich zwaar beneveld laat filmen. Ja,
denk ik, maar hoezo? Wat, en dan zegt hij, wat zou jij voor advies aan Dave en Tino geven met betrekking tot hun vriendschap en verslavingsproblemen? En dan zegt hij, ga dus nooit samen een keer naar een professional. Naar jou? Ja. Nou, alsof Tino en die Dave... Denken, oh, weet je wat, we gaan samen in therapie. Dat is een goed idee. Ja, echt, echt heel stom. Sorry hoor. En dan heeft ze nog een stuk, want ze heeft het deze week echt helemaal losgelaten. Dus ze heeft helemaal losgelaten dat ze moet focussen. Weer. Nee, want vorige week heeft ze het één week volgehouden. En toen heeft ze denk ik weer een aantal nachten niet geslapen en heel veel koffie gedronken. En, het was overfocust. Hebben ze er weer losgelaten ergens. Nou, en ze gaat inderdaad helemaal los. Want dan hebben ze het over Katrien Keil. En dan... Katrien Keil heeft dan een interview met die Emily van Kaam. En dan zegt zij... ze had dus ze heeft gezondheidsproblemen gehad. Katrien Keil, die had aan de rug en weet ik veel wat. En dan zegt ze... En daarnaast had je natuurlijk ook geen inkomen want als zelfstandig ondernemer. Want dat had Katrien natuurlijk dan niet. Precies. Ik ben natuurlijk heel veel inkomsten misgelopen. Ik kon niks. Niet eens mijn column schrijven. Om hoeveel geld het gaat, dat hou ik voor me. En dan zegt Nathalie, zegt dan, Emily zegt dan... naast fysieke zorg was het mentaal vast ook zwaar. En zegt, ja zeker, ik heb een poosje gedacht... dit vind ik helemaal niks. Als ik zo verder moet, laat dat maar zitten. Als in, dan hadden ze je wel een spuitje mogen geven. Spuitje? Nou, dat gaat misschien wel te ver. Maar wel in die richting, zegt ze dan. En dan over geld gesproken, even naar Sylvie Meijs. Emily van Kaam, over geld gesproken. Even naar wat vind je van haar recente breuk met miljonair Wim Beelen? Maar dan vraagt ze aan Katrien Keil wat die vindt van Sylvie Meijs. En, en dan zegt ze... En vindt Katrien er iets van? Ja, ja, die vindt overal natuurlijk iets van. Dat is, die vind ik wel leuk. Ik heb een heel leuke amuse geleerd van haar. Van Katrien Keil. Oh. Ik was een keer... Ja, een vriend van mij, die, Wilfried Kemp, die kent haar goed. Die zou daar een keer gaan eten. Toen ben ik een keer meegegaan. Heb ik een keer gegeten bij Katrien Keil. En toen had ze als amuse had ze van die wasabi-crackers. Ja. En een heel klein beetje truffelmayonaise. Ja. En daar een stukje gerookte zalm op. Oh. En dan werk je zo naar binnen. En dat is superlekker. Oh. En heel makkelijk. Nou, goede tip. Gratis tip. Ja. Maar goed. Hier vond ze ook iets van. Zegt ze, ik verbaas me erover hoe ze elke keer van die leuke mannen opduikelt. Daar ben ik best wel jaloers op. Oh. Maar ik ben helemaal niet jaloers als ik zie hoe kort die relaties duren. Dan denk ik, wat een ellende, emoties en gedoe. Vond je Wim zo aantrekkelijk? Zegt ze. Nou, zo heb ik eerlijk gezegd niet naar hem gekeken. Maar je zegt net hoe ze elke keer van die leuke mannen opduikelt. Nou ja, in ieder geval met veel geld. Daar had het over. Ik bedoel, waar haalt ze elke keer vandaan? Maar verder is het haar zaak, daar ga ik me niet over uitlaten. Maar ze heeft ondertussen al best wel ik wat gezegd. Verteld, ja. Dus over welk andere cent showbiz nieuws wil je je wel uitlaten? Zegt Emily, want die kan het zelf niet meer bedenken. Nee. Dus die denkt, kom maar weer met iemand een bus van links. Nou, ik vond het echt heel jammer dat boven Erven door zijn programma Casey die Bo Gordon niet aanpakte. Nou, en dan gaat het heel de tijd over Gordon. Ja. Nou ja, goed. Dat is Emily van Kaam. Die dingen. En dan heeft Emily van Kaam weer ook een diepte interview met Adi van de Krommenakker. Oh. En over Jolante van Bouw van Kasbouwen. Kabouw. Die, wie was een lastige ster in uw langlopende carrière? Nou, hopelijk doet hij daar toch geen uitspraak over. Ik ben altijd best close met degene die kleedt. Want, en je wordt vaak ook vrienden. Maar als je me nou zou vragen met wie heb je de minste affiniteit, dan is dat Jolante. Waarom? Dat lees je straks in mijn boek. Ha, ha, ha. Oh mijn god. Ja. Oh. Nou, ik heb haar. Misschien heb ik dat wel een keer verteld, maar ik heb haar een keer ontmoet bij De Wereld Draait Door. Niet aardig. Ja, Jolante. Zo verveeld. Oh, echt? En stond ze zo voor de spiegel zo met een borstel. Stond ze zo. Ze was niet aan. Ze was niet aan ingeplucht. Ze zo daar. Zo. En dat ik denk, kom op Jolante. Een beetje energie erin. Want toen was ze, toen deed ze met de, iets van de Giro. De Giro, die vertrok toen vanuit, weet ik van wat, Beuningen. En toen was zij daar de ronde mis of zoiets, weet ik van wat. Dus ze zat aan tafel. En dat, maar zo verveeld. Maar ja, ook in het interview. Kan ook de dag niet hebben gehad.
Ik heb volgens mij niks aan haar gevraagd. Oh. Omdat ik dacht, als je zo verveeld bent, misschien... Als je hier niet wil zijn... Kijk, het is leuk als mensen gast zijn. En ze zijn ook enthousiast. En ze vinden het leuk om het te zijn. Zo. En je ziet heel duidelijk het verschil. Altijd wel. Maar goed, de wereld was hartstikke lang geleden. Maar dan zag je altijd wel het verschil tussen mensen die zenuwachtig waren. Ja. Daar waren ze soms ook een beetje afstandelijk en moeilijk. Maar dan snapt hij dat, ja. Maar dan probeer je iemand inderdaad op zijn gemak te stellen. Maar verveeld, en zo. Dat kom je natuurlijk niet zo vaak tegen, denk ik. Nee, ook. Verveeld. Nee. Dus, ik geloof dat Matthijs flink nee hoor. Op je knieën zou je moeten. Maar breng je föhn eens mee. Laat je föhn zien dan. Laat je föhn zien. Zou ik je föhn even mogen zien. En dan eindig ik met... Zat een grote foto van... Milène d'Anjou in. Nou ja, want die zit op de in rode loper de voorstelling Mees Kees. Nou, ik hoop niet dat ze zo op de rode loper staat. Leuk kittig pruikje. Nee, ze zit in Mees Kees. Dus de première van Mees Kees hadden ze een reportage over. Oh. Dat was heel leuk. Ja. Hartstikke grappig. Daar ga ik de komende week naar kijken. Dit was de weekend. Nou, helemaal leuk. En Emily, terug het hok in. Je moet weer terug naar gewoon focussen. Ik heb een kleine theorie erover. Oh. Zij kan maar een aantal mensen natuurlijk interviewen. Maar die mensen vindt ze eigenlijk niet interessant genoeg. Ja, dus daarom gaat ze eromheen vragen. Dus probeer juist interesse in de gast te hebben. Goed. Heel we gaan naar goed. De moderne etiketten. En we gaan naar moderne etiketten, want OnlyFans... Heel erg leuk dit keer. Komt je schoonmoeder tegen op OnlyFans? Niemand in de familie weet hiervan. Vind ik al heel knap. Vertel je het tegen je vrij gevoelige, vrij conservatieve en vrij explosieve partner? Is een hele moeilijke. Ja, hè? Want wat je weet, jij als ik het ga zeggen, dan gaat hij natuurlijk meteen... zo. Eerst zeggen het is niet waar. Ja. Kom je erbij? Met zelf een hoer. Ja. Ja. Dan zeg je dat klopt. Want ik zit er ook op. Maar daar hebben we het nu even niet over. Maar het ging over je moeder. Ja, daar hebben we het al genoeg over gehad. Ik ga eerst een wonderlijke situatie. Ik ga eerst mijn ogen wassen met bleek. Zij doen mij maar met mayo. Ja. Iedereen vond er iets van. Raf Stekelenburg zegt... Ik zou abonneren, analyseren. Desnoods met wat dramaturgische feedback komen voor de schoonmoeder. Daarna mijn spullen inpakken en wegwezen van mijn explosieve partner. Ja, die explosieve partner is wel... er waren ook mensen die zeiden van... ik zou wachten op een heel goed moment om het dan pas te zeggen, snap je? Ja. Ik zou het niet zomaar zeggen, maar... Of... En hier, dit zei Mick Duschak. Nee, wachten tot de uitvaart van de desbetreffende schoonmoeder. En dan deze anekdote uit te doeken. Inclusief ondersteunend beeldmateriaal. Ja, wat zou jij doen? Ja, jeetje. Het idee dat mijn 80-jarige... Nee, maar maar dat is zo lastig, want ik denk natuurlijk meteen aan mijn schoonmoeder. Dus ik moet even iets verzinnen. Dat ze jonger is... Dat ze, nou moet ja, je inbeelden gewoon niet in iets. Dat vind ik heel lastig. Nee, maar je bent gewoon 25 en je schoonmoeder is 40 of zo. 45. Ik zou me rot schrikken als iemand mij daarop attendeert. Want ik zou natuurlijk zelf er nooit op zitten. Nee. Dus nee, maar dat zeiden mensen ook allemaal. Ja. Je zit er zelf hoezo, ook op. Dus, ja. Maar je hoeft er niet geabonneerd meteen te zijn, of wel? Dat weet ik niet. Ja, want anders weet je toch helemaal niet wie erop zitten. Als je nou naar OnlyFans gaat, kan je dan .com. Iets zien? En je doet schoonmoeder. Komt dat niet? Nou ja, er is ze. Oh, dus je moet wel echt nou, een... Hoe kan er dan toch? Maar dan kan je toch ook niet aankiezen? Omdat die foto's zijn natuurlijk best wel vaak toch ook pikant. Dat is toch het idee? Nee, dus als dat maar is het zo open echt is... porno-foto's ook. Nee, dit kan, nee, maar het hoeft niet. Maar dat kan. Ja, dus nee, daarom is het niet je openlijk. Moet dan toch, je kan toch niet zomaar denken... Nou ja, het is een grabbelton. Ik grabbel gewoon... Hoe heet ze? Katja? Oh, nou Thea? Hoe nee? Nee, zei ze sorry. Nee. Nee, maar ik bedoel... Waarom schrok je daar nou van? Nou, ja, nee. Ik denk ineens... Wie is wat Katja? Stom. Nee, maar dat bedoel ik helemaal niet. Je krijgt de associatie? Nee. Ja, wil dat toch nee. Even uitdiepen. Nee. Porno, associatie, nee, Katja. Nee. Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dat is helemaal niet. Nee. Met Thea. Katja S. Thea. Maar dan grapje. En dan weet je helemaal niet wat Thea doet eigenlijk. Dus ik wil eerst een voorstukje van Thea zien. Ja, maar je moet en dan wil ik pas abonneren. Nee, maar zo werkt het niet. Je moet je blind abonneren op Thea. En, nee, niet op Thea. Op het hele OnlyFans. Oh, op de hele OnlyFans. En dan kan je gaan grabbelen. Oké, dus als je daar dan voorbij... Oh, daarom zei je mensen... Want ik dacht elke keer... Ja, hoezo? Wat doe je op OnlyFans? Denk je, nee, je kan er toch een keer gaan kijken. Nee. Maar dat kan dus niet. Nee, je kan niet zomaar ongelimiteerd... Het is wel goed dat je een beetje beschermd wordt... dat niet Katja ineens zomaar in beeld komt. Nee, of je schoonmoeder. Of Freddy.
Die doet het, toch? Die doet het, ja, volgens mij. En die van Massa is Kassa, Nicole, ja. Maar die verdiende daar per maand 1,5 ton mee, zei ze. Wat? Ja, schrik je van, hè? Zag je het? Vier veel of vier weinig? Wat weinig dat je het daarvoor doet. Wat veel geld. Ja. Maar goed, volgens mij moet zij dan wel echt binnenste buiten. Het is echt wel gewoon... toch? Het is echt wel... Oei. Het is wel echt porno, dit. Ja. En Ferry ook. Oh! Ja, hè? Gewoon met de vingercamera zo. Hup, en dan, ja. Ja, ik zou me rot schrikken als mijn schoonmoeder erop zat. Maar ik ben dan toch weer zo iemand die dan tegen mijn man gaat zeggen, weet je dit? Oh nee, ik zou wel tegen die schoonmoeder erover praten. Ik zag jou... En dan zegt zij, ja, dat weet iedereen. Je was gewoon de laatste, je wist het nog niet. Oh ja, iedereen heeft het, wist het al. We hebben het voor jou... Maar goed, dit was de moderne etiketten. Ja, heel leuk. Jullie reageerden daar heel leuk op. Ja. Nee, dus heel erg leuk dat jullie allemaal zulke leuke reacties geven. En als je Podimo wil luisteren, want daar zijn we natuurlijk ook... Ja. Dan kan je op de link hieronder klikken en dan kan je 30 dagen gratis naar ons... en naar veel meer andere mensen luisteren. Tot volgende week.